Hans en Grietje. Ja. Mooi. Ja, ja, ja. Oh. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje. Ze woonden met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos. Het waren slechte tijden. Vader was houthakker, maar verdiende niet genoeg. Op een avond hoorden Hans en Grietje hun stiefmoeder tegen hem zeggen: "Al ons geld is op. We hebben bijna geen eten meer. We laten de kinderen morgen achter in het bos." "Dat kun je niet menen," riep de houthakker. Maar zijn vrouw snauwde: "Heb jij soms een beter idee?" Grietje moest zachtjes huilen. Maar Hans legde troostend zijn arm om haar schouders. "Ga maar lekker slapen, zusje. Ik heb een plannetje." Midden in de nacht, toen iedereen sliep, sloop Hans de deur uit. De witte kiezelsteentjes op het tuinpad glinsterden in het maanlicht. Het leken zo wel edelstenen. Hans vulde zijn zakken ermee. Daarna ging hij weer vlug naar bed. De volgende ochtend, toen de zon opkwam, vertrokken ze om hout te sprokkelen in het bos. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen. Zo maakte hij een lang spoor van witte steentjes. Diep in het bos stopten ze om even uit te rusten. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van de kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar huis te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Een paar weken later was het eten weer bijna op. De stiefmoeder wilde de kinderen nog dieper in het bos achterlaten, zodat Hans en Grietje nooit meer de weg naar huis konden terugvinden. Dit keer had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Daarom maakte hij een spoor van broodkruimeltjes. En weer werden de kinderen diep in het bos achtergelaten. Hans zocht het spoor van kruimels. "Ik kan het spoor niet meer vinden," riep hij naar Grietje. "Ik denk dat de vogels alles hebben opgegeten." En zo was het. Hans en Grietje waren heel verdrietig, hongerig en moe. Langzaam werd het donker. De hele nacht dwaalden de kinderen door het bos. Tegen de ochtend zagen ze opeens een heel bijzonder huisje. Het dak was gemaakt van pannenkoeken. En op de gesuikerde muren zaten krakelingen en speculaas. Op het muurtje van brooddeeg stonden heerlijke taarten. "Zie je dat, Grietje? Een huis van snoep en koek." Door de zoete geur van kaneelstokken merkte Hans hoe zijn maag knorde. Brutaal brak hij een stukje van het pannenkoekendak af. Ook zijn zusje watertandde en propte een paar koekjes in haar mond. Wat was dat lekker! Opeens hoorden ze een krakerige stem. "Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?" De deur ging piepend open en een oud, krom vrouwtje kwam tevoorschijn. Vriendelijk zei ze: "Ik
Kijk nou, wat een uitgehongerde magere kindjes. Kom toch binnen. Ik ben net pannenkoeken aan het bakken. Dat liet Hans en Grietje zich natuurlijk geen twee keer zeggen. Ze gingen het huisje binnen. Opeens greep ze Hans met twee sterke handen beet en sloot hem op in een hok met tralies. Ze lachte vals. Ja, ik heb jullie te pakken. Ik ben een heks. Je moet eerst goed dik worden, want dan smaak je veel lekkerder. We gaan jouw broertje vetmesten en daarna eet ik hem op. Laat me los, schreeuwde Hans. Laat hem los, gilde Grietje. De dagen daarna moest Grietje hout sprokkelen en eten koken. Veel eten. Want bijna alles moest ze van de gemene heks naar Hans brengen. Stiekem gaf hij Grietje dan ook wat. Om te voelen of hij al dik genoeg was, kneep de heks elke dag even in de wijsvinger van Hans. Gelukkig had de heks slechte ogen. Ze had niet in de gaten dat Hans, die al behoorlijk dik werd, telkens een dun kippenbotje tussen de tralies doorstak. Ah, nog steeds te mager, riep ze dan teleurgesteld. Een tijdje later vond de heks het opeens welletjes. Het is mooi geweest. Grietje, dom kind, steek de oven eens aan. Grietje schrok zo dat het haar niet lukte. De heks werd ongeduldig. Aan de kant, domme gans! Maar toen de heks zich vooroverboog, nam Grietje een aanloop en bam! Met al haar kracht duwde ze de gemene heks de oven in. Meteen sloot Grietje het deurtje. Even later had Grietje haar broer bevrijd. Ze liet hem zien wat ze in het huisje van de heks had gevonden. Een heleboel prachtige edelstenen. Zo'n rijkdom had Hans nog nooit gezien. Ze vonden al snel de weg terug naar huis. Vader huilde van geluk. Oh, ik schaam me zo dat ik jullie in de steek heb gelaten. Ik had er zelf zo'n spijt van dat ik jullie stiefmoeder voorgoed heb weggestuurd. Toen lieten Hans en Grietje de edelstenen zien. Wat geweldig, zei de houthakker. Maar het mooiste is dat ik jullie terug heb. En met z'n drieën leefden ze nog lang en heel gelukkig. Ja, zo, dat was het weer. Zand erover.